staan en vier keer als invaller. Is dat tegengevallen voor je? Nou, als ik eerlijk ben, had ik wel meer op speelminuten gehoopt. En dan moet je natuurlijk zelf ook afdwingen. Maar ik denk dat ik nu op de goede weg ben. Ik denk dat ik gisteren al redelijk heb gespeeld. Dus ik hoop dat ik nu meer aan spelen toe kom. Ja, want ik bedoel, je komt van Heracles naar FC Den Bosch toch met in het achterhoofd. Dat moet mogelijk zijn om in de basis te komen. Ja, absoluut. Zeker. Het was eigenlijk een soort van stap terug qua club in ieder geval. En ik was van plan om hier meer aan spelen toe te komen. En tot nu toe is het niet alles van wat ik van had verwacht. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik hoop in eerste instantie gewoon bij Den Bosch een goed seizoen te draaien. Meer minuten te maken dan ik nu toe heb gedaan. En van daaruit hoop ik weer een stap omhoog te kunnen doen. En dan bij voorkeur weer terug naar die Eredivisie? Ja, dat is wel mijn plan, ja. En heb je dan nog in het achterhoofd, dan moet ik toch ook weer terug naar Heracles? Oh nee, dat zeker niet. Nee, daar heb ik nou gespeeld en ik heb daar goed naar mijn zin gehad. Maar het is niet dat ik daar weer per se naar terug moet. Waarom heb je gekozen voor FC Den Bosch? Ook omdat het een club is die wel gewoon bovenin mee wil spelen. Wie voetballend wil spelen en niet alleen maar de lange bal wil hanteren. En dat ligt wel bij mij. Als we naar jouw opstap naar het betaald voetbal kijken, dan ligt eigenlijk de basis bij Heracles. Had je niet verwacht dat je daar meer mogelijkheden had? Op zich wel. Ik denk eigenlijk dat ik niet echt de kans heb gehad om me daar echt te bewijzen. Natuurlijk ligt dat ook aan mezelf. Ik moet niet alleen bij de club zoeken. En ja, dat is jammer, maar het is niet anders. De mogelijkheden bij Heracles zijn van de andere kant natuurlijk ook wat moeilijker, want je hebt meer kwaliteit tegenover je. Ja, klopt. De kwaliteiten, de medespelers zijn natuurlijk van een hoog niveau. Dus dat is lastig om daar aan de bak te komen. Als je jezelf moet kwalificeren, wat voor kwaliteiten dicht je jezelf dan toe? Ja, ik ben echt een voetballer. Ik wil graag de bal in de voeten hebben. Ik wil van daaruit het spel maken. Ik heb een goed linkerbeen, denk ik. Ik kan mensen voor de keeper zetten. Dus dat zijn wel mijn kwaliteiten. En ja, dan is het logisch als je vindt dat je pluspunten hebt, dat je misschien ook wat mindere punten hebt. Wat moeten we dan aan denken? Ja, het fysiek kan natuurlijk sterker. Ik ben klein, ik moet sterker worden. Ik moet sneller handelen nog en verdedigend nog iets beter worden. Gewoon. En dat zijn wel de dingen waar ik aan kan werken. Wat is je voorkeur voor de positie op het veld? Het liefst linkshalf. Maar als het dan op 10 is, wat ik gisteren heb gespeeld, vind ik het ook prima. En eigenlijk waar ik ook speel, ik probeer het gewoon zo goed mogelijk in te vullen. Je kunt op meer posities misschien goed functioneren? Ja, klopt. Dat denk ik zeker. Ik heb linksback gespeeld, linkshalf op 10, linksbuiten, rechtsbuiten. Dus in principe is ook wel overal, de meeste posities kan ik wel gewoon spelen.